Patty voelt zich er toch niet goed bij dat ze met José op het terras zit zonder even met haar te praten. Mag ik nog even bij jou zitten? Ja. Lieve, hoe gaat het met je? Ik doe mijn best. Nog steeds. Ik vond het echt te toevallig dat ik José daar trof. Ik weet dat ze een hele moeilijke tijd achter de rug heeft. En ik dacht, ja jongens, zand erover. Gewoon het leven is te kort. Ik ga haar uitnodigen voor het huwelijk. Heb je zin in een feestje? Absoluut. Ik zit hier, hallo, ik zit hier. Ja, dat is toch ook een feestje? Ja, wel. Ja, echt. En ik vind het te leuk om jou weer te zien. Echt. Ik wist het niet van tevoren. Was ik misschien niet gekomen? Ik wist het ook niet. Ik zei niet dat jij kwam. Nee, maar het ding is, ik geloof namelijk in dit soort dingen dat het toeval bestaat niet. Nee. En ik geloof dat als je dus vandaag, want we hebben het al 3 keer verzet, hier op dit terras terechtkomt en je proeft je bruidstaart naast José op een bank. Ja, dan denk ik dat iemand van bovenaf iets zit te sturen. Willy! Willy! Ja. Ik denk dit heel mooi. Ik ook. Ja, ik ook. En dan denk je van, nou ja, en dan ik denk ik, nou ja. Ja, die doen we op een gek op. We hebben godverdomme 40 jaar samen. Godverdomme. Dit vind ik nou mooi. Ja. Zeik de hele tijd. Hij gaat verder. Gezellig als het gelijk. Ga je bellen, oké? Oké. 15 september. Oké.